Doepark De Hagen wordt een gastvrij park. Behalve het restaurant in het paviljoen kun je ook je eigen broodje meenemen en lekker picknicken in het park. Daartoe staat overal robuust meubilair. Het is gemaakt met veel lawaai en zweetdruppels. Martin Mulder, er gebeurt hier verschrikkelijk veel. Ik zie daar geweldig meubilair nu. Dat wordt leuk toeven. Ja, dit is een natuur- en milieu-educatief park. Dus ja, daar moet je natuurlijk zitplekjes hebben om met jonge mensen of in een biologieklas van lagere school of een stel studenten die een onderzoek doen, moet je natuurlijk een ruimte hebben om te kunnen zitten. Maar we moeten ook midden in de stad wel een beetje hufterbestendig zijn, zoals het dan mooi heet. En daarvoor hebben we hele mooie robuuste bomen gekregen van de gemeente. Niet aan het bos gezaagd hoor, geen bomen die nog konden blijven staan. Maar de bomen die moesten echt weg door rioolvervanging. En er was ook een dode beuk op het Indiëterrein, een nieuwbouwwijk, die moest ook weg. Dus dat soort bomen hebben we gevraagd van mogen we die stam hebben en mogen we daar zelf onze meubeltjes van zagen. Nou, dat hebben we vandaag afgerond, dat project. Nou, we hebben een hele mooie zithoek gemaakt van beukenstammetjes, gewoon een soort rotondetje. We hebben twee hele robuuste picknicktafels gemaakt, waar ik nu aan zit. Nou, die krijg je gewoon met 10 man nog niet weg, zo stevig. Dus die gaan nog heel lang mee, dat is ook mooi, hè. En we hebben verspreid op verschillende plekken waar je heel mooi uitkijkt over de Almeloze A. We hebben een paar strategische plekken, hebben mooie bankjes neergezet. En onder andere ook één voor de oudjes die graag Jeu de Boel spelen. Ja, hebben we ook er wordt een druk gebruik kan maken, ja, maar, precies. En wordt hier ook nog iets educatiefs gedaan? Ja, alleen maar. Hè. We zijn natuurlijk 6 verenigingen die samenwerken aan dit park. En kijk, we hebben een moestuin die educatief is. We hebben helemaal een maaipad gemaakt, ook door een stukje van Sint-Jozef, wat we 5 jaar in gebruikt hebben. En dat wordt een soort educatieve route. Dat gaan we in de toekomst allemaal inrichten nog. Het is nu alleen maar helemaal een maairoute geworden, maar het gaat door allerlei ruigtes en tijdelijk bos en noem maar op. En dan was er ook sprake van een klaslokaal, hè, buiten? Ja, we hebben hier kort bij de oude muur van de vroegere industrie die hier geweest is. Want het is vroeger ooit hier nog een molen gestaan en een textielfabriek, van alles heeft hier gestaan. Maar in ieder geval, daar staat die mooie oude muur nog voor. En daar hebben we een klaslokaal gemaakt, een soort buitenlokaal. En tegenwoordig moeten de kinderen praktijkrijk leren, zoals het heel mooi heet. Oftewel, echt leren in de praktijk. Diertjes en plantjes en de liefde voor de natuur ontdekken. En dan kun je dat natuurlijk met een dia-serie doen in de klas. Maar natuurlijk veel mooier is om de kinderen gewoon op ontdekkingstocht te sturen in zo'n park als dit. En dat dan eventueel in te leiden en af te ronden in een buitenlokaal. En dat hebben we met een soort ellipsvormige ronding van allerlei boomschijven hebben we daar een heel mooi buitenlokaal van gemaakt.